Yes, welkom bij deze nieuwe video. Mijn naam is John. Het is vandaag zondag en vandaag staat er een familiedag op het schema. We willen als boven even tanden aan het poetsen. Ik wou dus even wat vertellen over deze tandpasta. Kijk, dit is een natuurlijke tandpasta en je ziet aan de bovenkant hier dus een groen streepje. Groen betekent dat je tandpasta volledig natuurlijk is, dat er geen chemische dingen in zitten. Nu hebben we gisteren ook even in de winkel gekeken voor andere tandpasta, maar toen kwamen we er eigenlijk achter dat de meeste rood, blauw of zwart zijn. Toen hebben we deze wel gevonden. Deze is ook groen. Er zitten geen toegevoegde dingen in en dus ook geen fluorides en dat soort dingen. Sowieso, kijk, en voor de mensen die zich afvragen, John, wat smeer jij in je haar? Smeer je gel in je haar? Smeer eigenlijk al echt al lang niks meer in mijn haar. Kokosolie heb ik in mijn haar. 100% natuurlijk kokosolie. Ik kreeg daar gewoon een wet look van. En als je gaat douchen, je haar neemt er ook geen water meer op. Vroeger gebruikte ik dit. Kapper, weet je wel. Supermarkt. Niet zozeer een slechte reclame of zo hoor. Maar dit is dus, hier word je ipsy gewoon kaal van eigenlijk. Heb je al een beetje haarproblemen? Was je haar dan niet? Stop met het wassen van je haar. Smeer niks meer in je haar. Behalve kokosolie. Olie en plantaardige producten. Ik doe dit ook altijd, mijn haar. Dit is gewoon olie waar je mee kan bakken eigenlijk. Ja, dit is gewoon avocadoolie. En dat doe ik samen met deze. Ook een soort olie doe ik altijd in mijn haar. Eén keer sowieso in de week en dan is mijn haar zo zacht. Ik denk je van, oké, weird. Maar schatje, dit kan niet echt, hè? Dat is een beetje gekreukeld. Nee. Kan niet echt, hè? Sowieso toch even een broek. Wat voor kerk? Ja. Kijk, we gaan niet echt naar een kerk. Het is meer een datemoziek. Het is meer een soort bijeenkomst dan denk ik. En het is meer dat je daar moderne band hebt, moderne sprekers. Dus dat houdt eigenlijk in. Het gaat niet over dit mag niet, dat mag niet. Het gaat meer om dan een spreker. Die vertelt dan eigenlijk een verhaal op een interessante manier in de huidige tijd. Hoe je het ook zelf kan toepassen. Muziek wordt lekker gespeeld op gitaren. En er staat een hele band staan gewoon lekker te rammen en te zingen. Daar gaan we eerst heen. Dus ik zou zeggen mensen, let's go. Oké, loop naar de auto en ik zie zo in één keer een slang in Nederland. Dat heb ik nog nooit gezien. Oké, stom grapje. We hebben vandaag een elektrische hybrid auto. Op je wekker? Ja, dat is irritant. Ik druk ook even een keer een knopje. En ik heb mijn nieuwe schoenen aan. Die zijn van Kurk, als ik het goed heb. Dus van Hey Dudes. En die kijk, die zijn echt super zacht. Ik weet even niet waar Kurk van gemaakt. Van bamboe of zo? Nee, ook niet. Ik weet het in ieder geval niet. Het schijnt zo te wezen dat je dan lichter ben je sowieso en je staat beter in contact met de aarde. Kurk wordt gemaakt van de bas van de boom. In ieder geval, dit zijn dus natuurlijke schoenen. Best gewoon lekker eigenlijk blote voeten lopen. Ja, dat hebben we dus gisteren gedaan. Ja. En hoe was het bij jou bevallen? Ja, op je werk heb je het niet gedaan. Ik kan natuurlijk niet voor de veiligheid. Nee, ik heb het wel de hele dag volgehouden. En heb je last gekregen? Nee. Nee, ik vond het heerlijk. Ja, dus... Ik vond het echt, ik zat een paar keer op werk ook na te denken. Over mijn schoenen had ik het heet en ik kon mijn hitte niet kwijt daardoor en zo. En het was, ja, ja. Nee. Nou, ik heb dus een tijdje lang ook voetschimmel gehad en voetproblemen. En dat te maken heb met toen mijn tijd met Prankster. Toen heb ik een keer mijn voeten derde graad verbrand. Ook met lijm erop gezeten en vastgelijmd. En ik denk dat het daar ook een beetje door gekomen is. Maar goed, we gaan nu eventjes lekker naar rijden. De kerk. Ja, dit is dus een automaat. Ik had dus nog nooit in een automatische auto gereden. Ik wil zeggen een elektrische auto. Ik ben helemaal geen autoliefhebber. Auto's boeien me eigenlijk geen ene zak. Liever een nieuwe groentetuin eigenlijk als het ware. Maar... Oké, we zijn thuis aangekomen. We gaan over een uur gaan we rijden. Alleen nu hebben we dus net te horen gekregen dat het zo meteen dus code oranje is, een haagsteen van 4 centimeter. Het grappige is dus, de kerkdienst ging het dus over dat je eigenlijk heel vaak in je leven, als er iets gebeurt, bijvoorbeeld heb je zin om dit te doen of wil je dat doen? Ja, maar, en er komt altijd een maar achter waarom iets niet zou kunnen. En dat ging dus over van, hè, wil je gaan geloven of wil je ervoor in gaan zetten? En is het vaak al, ja maar, ik wil eigenlijk nog wel vrijdag uit. Of ja maar, ik wil nog wel even één keer drugs gebruiken. Ik noem maar wat, hè. Ja. Dus de dienst ging dus over dat je gewoon ja moet zeggen en dan gewoon op moet vertrouwen dat het goed komt, zeg maar. Hè? Dat je gewoon in jezelf moet vertrouwen en God moet vertrouwen en het gewoon moet doen. En als hij jou dan moet... komen er zeg maar dingen op je pad ja. Die je anders nooit op je pad had kunnen komen. En de referentie die we na was naar Yes Man, de film. En het grappige is dus nu, precies, de familie begon een beetje van, ja, gaan we wel, gaan we niet, gaan we niet, gaan we wel. Dachten we eigenlijk gelijk van, Yes Man, we are going. Schatje, maak even eten. Yes, het is weer 11:30. Dat betekent dat we onze eerste maaltijd gaan eten. We hebben de soep die we dus van de week hebben gemaakt. De courgette soep met zoete paprika, dus hij is een beetje rood geworden. Maar dat is dus het voordeel dat we die dus nog hebben. Kijk eens hoe de koelkast eruit ziet. Top. Kokoswater.
meloen, citroen, meloen, komkommer, meloen, gember, aansachtige thee, grapefruitachtige thee, aardbeiensap, van alles en nog wat. Kijk eens, even serieus. Zit dit er lekker uit of niet? Dit is gewoon mijn eigen gemaakte pokeball. En er moet alleen nog even 3 eieren bij. Gewoon geen vlees, niks. Hè. En hier krijg je zoveel energie van. Hier voel je zo gezond door. Weet je wat ook lekker is? Jij! Kijk, eventjes de onderste takjes eraf halen. Hij is eigenlijk nog een beetje aan het groeien. Ik kan er nog niet te veel van afpakken. Dat is jammer. Een beetje peterselie. Hoppakee. Primlaaizout. Keelklachten, bloedend tandvlees, zeg, slechte adem, vermoeidheid. Ah, dit zout is echt zo goed. Dus er staat hier een klein lijstje op wat erin zit, maar er zit echt nog 80 keer zoveel in. Sesamzaad, zit al aardig wat in, hè? Zou je niet verwachten. Rijk aan omega vetzuren en vezels. Okay. Ja, en deze komt gewoon bij de Lidl vandaan. Dit is niet heel best, maar ja, dat is, ik heb hier nog geen andere voor. Gaan we eventjes erop doen. Zo gezellig, vol! Zo gezellig, ja! Gezellig! Helemaal gelukkig gezien. Wil jij even voor me pakken? Nee, een grapje. Wil je niet, want ik heb het ook niet zelf gepakt. Ik ben wel goed voor jou. Oh. Ik ga mezelf bewijzen. Dat het niet mijn... Alsjeblieft, lieverd. Dankjewel, schatje. Wil je mijn broodje ook dan pakken die daar nog ligt? Ik ben het zo. We zijn dus aangekomen bij het Wild Westen. Kijk, ik de sheriff ontmoet. De sheriff is ontmoet. Ja! Attack! Hotzo, jongen! Ja, hotzo! Heel leuk, mag ik een korkje voor jou? Mijn verjaardag. Ben je dan een muffin aan het eten? Lekker. Ja, doe nou niet te stom. Oké, we hebben hier een paar munten. Er zijn er in totaal 10. En we hebben een wedstrijd tussen elkaar. Dus je kan munten inzetten. Bijvoorbeeld, je zet 1 munt in met boogschieten. Of met bugschieten, armpje drukken. Je kan eigenlijk overal mee kan je munten zetten. Wie aan het eind van de dag van de familie het meeste munten hebt, die krijgt een prijs. Juist. Wedstrijdje tegen mij. Voor 1 munt. 1 munt, wie de beter is? Ja, of wie? Mag maar 1 keer schieten. Maatje. Mis, geen meer. Oh, ik heb het. Ik heb tot schietvereniging gezeten ooit. Ja, echt? Ja. Ja, dit is zo lullig. Nee, allebei niet gewonnen. Nee, maar nog een keer. Ik zag niks bewegen. Hey, oh, man. Is nou raak of niet? Zeg het niet. Geen idee. Hij ging zo snel. We moeten oppassen nu, John. Ik schiet gelijk iedereen plat. Klaar ermee. Helaas. Te laat. Jammer. Jij mag nog 1 keer schieten ook. Ja. Nee, is te moeilijk. We gaan het even afmaken, want het schieten duurt te lang. En we kunnen niet zien waarop we schieten, dus 1 pijl allebei. Met 1 de meeste pijl? Punten wint. Kom maar. Wil jij hier? Kom maar, schiet. Nee. Auw. Dat is wel raak. Maar hij is er niet weg. Oh, lieverd. Hey, muntje, muntje. Muntje. Ben je klaar voor? Ben ik klaar voor, man. 4 op een rij, 4 op een rij. 1 munt. Nee, dat is je bank voor. Oké. Ik moet even safe spelen, ik heb net verloren, weet je wel. Ik denk dat ik heb gewonnen. Ja. Maar nu kan ik ook hier. Yep, daar had hij je moeten doen. Ah! Oké, we gaan biepen, schuiven, nog een muntje. Oh. Hij stond zo. Dit is hij zo. Kom maar. Hé? Hoeven jullie niks? Ah, natuurlijk wel. 1 been. 2 benen. Het is gewoon beperkt, toch? Ik heb er 3. Nee, niet tel die. En Omi gaat nu tegen de tante voor 2 hele munten. Nee, nee. Wat een stom spel, hè? Full power. Nee, nee, nee. Oh. Ja.
Nee. Oh, ik krijg het heet van als ik er naar kijk, joh. Nou, kijk je door dat puntje daar. Wow! Had je? Midden, in de roos. Ja? Tuurlijk. Twee? Vijf dan. Wij. Vijf, nu. Ja, echt? Gaan jullie samen? En de oom is tante, die is heel erg fanatiek. Die wil het hele tijd tegen mij. Kijk, ik kom ze gelijk aangerend. Vijf munten wil ze inzetten. We zijn begonnen. Dit is de toestand. Auw! Ja, weet je, ik ben gelukkig in de liefde. Jij? Dat is hem, jongen. Jee! Oké, we gaan een wedstrijdje hoeden gooien voor 10 munten. Oeh! Oeh! Oké, okay, voor 2 muntjes op de Bucks shootout. Op de schouder leggen. Lekker man, gewonnen. 3 keer in de 8. Zeg best netjes. Ik schiet eigenlijk nooit. Alleen na dus die tafel beweegt wel een beetje. Dat is niet dat je 3 keer in dezelfde hebt. Dus, tussen je tanden. Kom eens even hier. Oké, we gaan even spijkerbroek hangen. Wat gaan we doen? Spijkerbroek hangen? We gaan even spijkerbroek hangen. En weten jullie nog de video van John dat hij helemaal zulke blaren op zijn voeten had? We gaan het vandaag nog een keer proberen. En kijken of we het nu iets beter kunnen doen, maar dan zonder kolen onder onze voeten. Let's go! Naast allemaal oud-Hollandse spelletjes, zoals zoelen, bierpul schuiven, heb je hier ook geen idee hoe het heet. Maar het is leuk. Waar is het eind? Er zit helemaal geen eind in eigenlijk. Dat is wel jammer. Maar de bedoeling is dat je langs al die smalle gaatjes moet gaan. En daarboven zou er normaal dan een finishknop zijn, maar ja, die is er nu niet. Of een finishgat. Kijk het lipje. Zo liepen ze vroeger in de Bijbel ook in die tijd. Nee, liepen ze lekker blote voeten. Dat is raar van. En met z'n hout Oké. Wij zijn Team Harris. Team Harris. Team Sterk. Team Sterk. Doe doe doe. Nee! Woah joh! Ik kan niet meer. Nog niet. Ja. Hoi. Jouw hamstring scheurde bijna af. Wat hebben jullie allemaal gehad? Oorlogswonden. Oh, oorlogswonden. Ja. En jij dan? En jij? Helemaal niks. Je teen. Krijgen, doet niks. Zo, touwtrekken ging iets minder dan gepland volgens mij. Zo, wat een bond, man. Lekkere salades met groente en fruit. Het enige nadeel is natuurlijk dat er wel allemaal dressing en zo overheen zitten. Maar ja, dat is dan even niet anders. Smakelijk luurt. Oma gaat lekker voor de kipsaté met rijst. Ga ik ze ook lekker nemen. Heel lekker. Potje nummer 2. Oh, oh, snel, snel, schuif van de tafel. Oh, oh, oh. De familiedag is geslaagd. Ik vond het leuk. Leuk om ook de andere kant van de familie te leren kennen. Lekker gegeten. We zijn ook nog naar een boer gereden. Hebben we 5 kilo walnoten gekocht. Voor een tientje. Super goedkoop. Alleen nou, we moeten ze wel zelf gaan openmaken. Maar dat gaan jullie wel zien in de andere vlogs. Dus we gaan de video lekker afsluiten. Ik zou zeggen bedankt voor het kijken, bedankt voor het liken. En tot de volgende keer. Adios. Slaapje.